We zijn bij de ingang van de Efteling. Een groot sprookjesachtig rieten dak met sierlijke spitse punten die hoog in de lucht steken. Ervoor een enorm plein en wapperende vlaggen. Er komt een man aanlopen met blond haar en een blauwe sweater. Dat is Tobias. Hij is doof en spreekt in gebarentaal. Hij is vandaag in de Efteling met groot nieuws. Wil je weten wat het grote nieuws is? Kom maar mee. Tobias loopt in het park. Hij komt aan bij een station. Er staat een blinkende groene stoomtrein en de locomotief blaast witte rook. Tobias stapt in. De trein rijdt langs bomen, door een tunneltje en over water. Zittend op een van de houten bankjes van de trein, gebaart Tobias dat hij op weg is naar de Polka Marina. Die attractie gaat na 36 jaar met pensioen. Een attractie gaat best lang mee, maar toch niet eeuwig. Tobias loopt langs de Polka Marina. Dat is een attractie met een walvis die water spuit en met bootjes die eromheen draaien. En deze attractie maakt op 30 november haar allerlaatste ritje. Tobias vertelt dat er gelukkig wel iets nieuws komt. Een nieuw speelbos voor jonge kinderen. En dat heet Nest. Maar waar eigenlijk? Hij kijkt zoekend rond. Dan verschijnt de bekende Eftelingbewoner Pardoes. Hij draagt een rood fluwelen pak met gouden belletjes eraan en een nachtblauwe cape. Op zijn hoofd een rode narrenkap en een paarse puntmuts. Hij zwaait met zijn twinkeltoorts, die ineens licht geeft. Sterretjes sprankelen en dan verschijnt er een schatkaart in zijn hand. Tobias kijkt op de kaart en Pardoes wijst naar een rood kruis op de kaart. Het speelbos komt tegenover de Polka Marina, dus heel dichtbij. Tobias draait zich om en achter hem wordt een stuk bos zichtbaar. Al gebarend vertelt Tobias. De Efteling is ooit begonnen als speeltuin en is door de jaren heen steeds groter geworden. Dus hoe leuk is het dat er weer een bij komt? Nest. Naast Tobias verschijnt een prachtige tekening van het nieuwe speelbos. Nest is een veilig en toegankelijk speelbos voor alle kinderen met en zonder beperking. Kinderen kunnen daar alvast kennis maken met attracties die geïnspireerd zijn op achtbanen van de Efteling, zoals Joris en de Draak. Er is ook een extra brede glijbaan, een verhoogde zandbak en een prikkelarme plek waar je even helemaal tot rust kunt komen. En terwijl de jonge kinderen lekker spelen in Nest, kunnen de oudere kinderen in de spannende achtbanen, want die zijn hier dichtbij. Tobias wijst naar de achtbanen op de achtergrond, de Python en Joris en de Draak. Ben jij nou heel benieuwd naar Nest? Dan moet je nog even wachten. Maar volgend jaar gaat dit gave, inclusieve speelbos open. Tobias zwaait gedag. Dag, tot ziens.